vooralsnog kunnen ze hem niet in zijn schop geven. Maar als je ook ziet hoe die spelers, zoals bijvoorbeeld Sneijder ook over hem praat, die loopt echt helemaal met hem weg. Ja. Emotioneel trouwens ook nog even beter gepakt dan de Jack. Zo, dus zou je dat doen of niet zelf? Nee, ik vond het een mooi interview. Want kijk, oprechte emotie op tv is best mooi. Je schijnt te moeten huilen om een succesprogramma te hebben. Misschien kunnen we dat hier een keer doen. Dat altijd die woede. Eindelijk is boven die 500.000 kijkers uitkomen. Ja. Maar Sneijder was oprecht en Jack die gaat dan mee. Die wil dan deel uitmaken van de emotie. En dan denk ik, als verslaggever moet je altijd wat zakelijk opstellen. En moet je niet mee gaan heulen in de emotie van de speler. Want Jack was helemaal niet geëmotioneerd. Die speelde niet. Dat was nep, fake. Maar misschien was je ook een beetje jaloers, hè? Dat zo'n speler hem beet pakte, jou niet bijvoorbeeld. Dat zou je ook wel willen natuurlijk. Ik heb altijd de neiging om spelers beter willen pakken, dat weet je. Hè? Ja, dat hebben ze bij jou helemaal niet. Gek is dat. Nee. Ik hou er niet van die journalistiek dat de reporter het vriendje van de speler is met zijn hand om zijn nek. Want als je met de hand om iemand zijn nek hangt, dan kun je hem geen kritische vraag stellen, hoor. Dan ben je dus geen journalist op dat moment. Nee. Frits Baart had er ook wel eens wat last van, hè, vroeger. Nou, die kuste Gullet, hè? Met Ruud Gullet in de auto, parkeergarage. Zo hoor je nog eens wat. Ja.